In deze video alles over het sterrenbeeld weegschaal. Namaste, ik ben Janine van Spiri. Je bent een weegschaal als je geboren bent tussen 23 september en 22 oktober. Ik ga je alles vertellen over dit sterrenbeeld. Wat is de betekenis van dit sterrenbeeld? Een weegschaal is het zevende teken van de dierenriem en wordt geregeerd door de planeet Venus. Volgens astrologie is een weegschaal intellectueel en kunstzinnig ingesteld. Ook zal hij of zij comfort zoeken bij vrienden. Hoe zit het met de eigenschappen van dit sterrenbeeld? Weegschalen streven naar balans in het leven en kiezen daarom meestal niet voor het een of het ander, maar vaak voor de gulden middenweg. Ook houd jij als weegschaal van plezier, kunst, cultuur en schoonheid. Punten waar je op moet letten of aan kan werken. Weegschalen zijn zeer allergisch voor overhaaste beslissingen, omdat ze eerst alle voors en tegens af willen wegen voordat ze een beslissing nemen. Dit kan ervoor zorgen dat ze soms wat lang treuzelen of moeilijke keuzes maken. Waaraan herken je een weegschaal? Weegschalen zijn vaak te herkennen als snelle, kritische denkers, die dus moeite hebben met het doorhakken van knopen. Ze zien er vaak picobello uit. Goede sieraden, goede outfit. Hoe zit het met relaties en vriendschappen? Weegschalen zijn een en al vrede. Vandaar ook dat ze met bijna iedereen op kunnen schieten. Ook als dit ten koste van zichzelf gaat. Let er wel op dat je ook naar je eigen behoeftes luistert en dat je niet jezelf wegcijfert. Tekens die goed passen bij een weegschaal zijn onder andere weegschaal en stier. De weegschaal en stier zijn een uitstekende match. Beide houden ze van luxe, comfort en harmonie. De weegschaal en de ram. Deze sterrenbeelden zijn eigenlijk tegenpolen. Maar tegenpolen trekken elkaar nu eenmaal aan. Een weegschaal geniet van het leven met een ram. Weegschaal en waterman. Weegschaal wil altijd gelijk hebben, is wispelturig, meestal niet tevreden over zichzelf. Omdat waterman toch doet wat hij of zij wil en zich alleen op de positieve eigenschappen van weegschaal richt, ontstaan er zelden ruzies. Het sterrenbeeld, passende spirituele elementen en edelstenen. Passende element bij weegschaal is lucht. Met vrijdag als dag in de week en de yogahoudingen, boompose, verlengde squat of zijwaartse kraanvogel. Edelstenen die passen bij dit sterrenbeeld zijn onder andere groene jade, malachiet en jaspis. De geboortesteen voor de maand september is de blauwe saffier. En voor de weegschalen van oktober is dat de rozenkwarts. Ben jij een weegschaal en herken je jezelf in wat ik net heb verteld? Laat het me weten in de reacties onder deze video. En wil jij nog meer zinvolle tips en tricks, informatie niet missen? Abonneer je dan op ons kanaal. Namaste.